god, kut. Ik moet echt even gaan opschieten. We're fucked. God, het is klaar. Zo. Ik zeg echt heel eerlijk. Oké, we zitten hier. Voor de duidelijkheid, dat ik echt altijd vragen over. Goedemorgen allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En ja, ik ga vandaag weer weekvloggen. Het is vandaag natuurlijk maandag en ik moet naar mijn werk, naar stage. En ik ben me nu aan het klaarmaken. En ik had gisteravond mijn haar gekruld en het zit eigenlijk best wel goed nog. Zeg maar, ja, ik denk als ik op werk kom dat het eigenlijk wel prima is. Dus dat is allemaal goed. Voor het eerst. Maar ik heb teken natuurlijk vakantie gehad. Ik moet nu weer aan de slag. Maar ik weet niet, ik vind het aan de ene kant best wel chill eigenlijk. Want ik had zo een fucked up ritme. Dat is niet normaal. Ik heb ook weer heel kort geslapen nu. Omdat ik gewoon ook nog even om 3 uur 's nachts sliep en zo. En ja, daar slaap je weer uit. Maar daar word ik eigenlijk alleen maar meer moe van. En wel lekker gewoon zo even vakantie vieren. Maar het, ja, op een gegeven moment vind ik het ook gewoon weer een soort van klaar. Oh mijn god, kut. Ik moet echt even gaan opschieten, want ik heb niet al de tijd van de wereld. Het valt nog wel mee hoe moe ik ben. Dat komt denk ik omdat ik gewoon heel erg uitgerust ben van de vakantie. Dus dat gaat wel weer komen. Ik hoop even dat ik vanavond op tijd kan slapen, want ik haat dit echt. Gewoon op het moment dat mijn wekker gaat, dan denk ik echt, nou, ik wil dood. Dat is echt niet gezond. Ik zit even te twijfelen of ik mijn mascara nu doe. Even de trein. Maar de trein heb ik er nog geen zin meer in. Maar ja, nu heb ik er geen tijd voor. Ik heb trouwens nog steeds mijn nagels, ik moet ze echt eraf halen. Ik wil dat eerst opvullen, maar ja, ik ga het denk ik toch niet meer doen. Helemaal knettergek van. Ze zijn echt veel te lang, dat sowieso. Maar ja, ik weet niet, gewoon met allemaal van die kleine dingetjes oppakken. En bijvoorbeeld met mijn oorbellen en zo. Nou, dit is echt drama. Oké, het is nu. Ik ga wel even heel snel naar de rimpel. Heel snel. Oké, ik ben helemaal ready. Fuck, ik zie dat mijn draai bijna leeg. Nou ja, maakt niet uit. Ja, ik heb deze top aan. Deze broek. En ik ga mijn Dr. Martens hierbij aandoen. Alright, het is alweer avond. Intussen? Whatever. Ja, ik was super druk vandaag op school, werk. Ik denk dat deze tijden dat ik vooral niet ga filmen in de avonden, overdag. Zo, ik ga even opnieuw beginnen, want ik zit zo te kutten. Oké, het was super druk op werk vandaag. Ik denk dat ik het heel druk ga krijgen ook, dus dat ik niet veel ga vloggen op werk. Maar ja, ik heb genoeg om daarbij te vloggen. En ja, ik heb mijn nagels, mijn uitgroei over mijn uitgroei heen gelakt. Kijk. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag en ik zou vandaag 8 uur mijn werk moeten zijn, maar ik heb me verslapen. Echt heel kut. Dus nu ben ik een uur later. Alleen maar in ieder geval niet echt iemand mee, want het gaat om mijn eigen zaak, zeg maar het is toch gewoon vervelend. Ja, ik ga nu gewoon mijn spullen pakken en dan ga ik snel weg.
Hey guys, het is Sarah. Welkom terug. Wat zeg jij? Het is woensdag. Het is woensdag. Het is nu gewoon weer weekvlog. 8 januari. Oh jee, ik vind weekvlog leuk. Ja, ik ook. Want dan zit ik een mashup van content. Ja. Oké, hey guys, het is Sarah. Nee. Ik ben geen Sarah. Waarom praat zij Engels? Because I am American. That's not even an American accent. dat maakt het nog leuker. Ik ben er weer. Ik heb Sarah gemist, dus dan kan ik niet zo lang wegblijven. It's my buddy, you know? My love, my one true love. Kijk, we hebben allebei blazers aan. Want we zijn corporate. Outfit of the day doen. Oh ja. Dus Sarah heeft vandaag een blazer aan. Een zwarte blazer. Ja, een zwarte blazer aan. Ik heb dit jurkje aan. Oh ja, dat is echt. En Dr. Martens. En ook Dying of Pain. Ja, want Dr. Martens zijn altijd heel leuk totdat je ze koopt. En je voeten pijn doen. Het voelt alsof er een mes in mijn voeten steekt. So that's nice. Tragic. En ik heb deze oorbellen. Ik ben wel lekker comfortabel met mijn dad shoes. En ik heb mijn Vetoveels gedaan, want ik wil niet meer. Hier, ik heb hier. Oké, Sarah gaat nu haar gezicht scannen, want ze heeft nooit een scanner gebruikt. Oh wow, great. Hier, deze willen we echt gaan scannen, maar we gaan eerst mijn hoofd scannen. Nice. Double filming. Waar? Van de zijkant gewoon. Zo? Ja, zo kan het ook. Ja, zo kan het ook. Ja, hoor. Stuk. Nee. Doe. Ja. Steek. Dit is een kruis. Ik heb het. Gaat goed hier? Gaat goed? Ja, we hebben het helemaal beter. Is beter? Ja. Die hele make-up ligt erop. Oh my god. Je ziet mij echt fucking. Als je nog gaat scannen, scan gewoon die foto's. Ik ben een beetje thuis, nu 8:30. Ik was ongeveer 7:30 thuis. Dus al laat. Want ik had nog een meeting op het einde van de dag. En die liep iets later als gepland. Ik ga zo meteen vlog editen. En ik zat net echt in een dip. Dus ik was chocola aan het eten. Fuck my life. Echt, ik ben zo slecht aan het eten. Dat is echt niet normaal. En ik word fucking dik. Dat is ook niet normaal. Dus ik moet echt goed gaan sporten en goed gaan eten. Als het lukt. maar nou, ik weet niet. Ik voelde me opeens helemaal kut weer. En ik vind het nieuwe liedje Yummy van Justin Bieber echt super nice. Echt top. Top liedje. En ik ga weer even lekker chocola eten. Hè? Want waarom ook niet? En ondertussen editen. Oh my god, ik ben nu een leuk video van Justin aan het kijken. Maar hij is gewoon maar met mensen aan het live aangaan. Maar ik wil dit. Maar ja, ik word toch nooit uitgekozen. That's okay. Oh shit, oh shit, ik ben getting money. Cheers! We're fucked. Oh my god, wait, vlog. Guys, you're part of a vlog channel now. Woo! Selena! Yes! Onderweg naar huis. Ze vinden het kut met ons.
Thanks, Sarah. Ja, je vindt het kut met ons, hè? Nee hoor. Thank you. Ik vind het geweldig. Naniek! Morgen, want het is inmiddels zaterdagochtend. Ik heb geen idee wanneer ik voor het laatst heb geverlof. Volgens mij heb ik gisteren nog wat beelden geschoten op mijn telefoon. Dan nam ik een Fusion Friday Gin Tonic event op werk. Het was super gezellig. Ik was weer lekker goed aangeschoten. Laat het daarbij houden. En ik wil even laten zien dat het gewoon 2 nachten verder is. Dus 2,5 dag. En mijn krullen zitten gewoon nog steeds in. Het zit niet heel mooi meer. Maar er zitten gewoon letterlijk nog steeds krullen in. En ik ga vanavond uit in Amsterdam. Dus ik ga denk weer krullen. Ik ga nu douchen. En dan ga ik het even weer krullen. Want mijn haar is wel een beetje viezig. Mijn haar is gewoon wel lelijk. Dus ik wil het gewoon even opnieuw doen. En ik wil gewoon even douchen. En hier ligt mijn schatje patatje lekker bij bed te slapen. Het is inmiddels 2:30. Ik was gisteren helemaal niet laat thuis. Maar ja, ik ben gewoon zo moe elke keer van zo vroeg opstaan door de week. Zodat ik gewoon lekker even ging uitslapen. Ja, ik ga nu even douchen. Dan ga ik zo meteen Isabel en Bo ophalen. Gaan we boodschappen doen. Dan gaan we met z'n drie koken. Super gezellig bij Isabel, want ze was alleen. Dat is daar wel een beetje. Oké, het is inmiddels een tijdje verder. Ik heb helemaal gedoucht en zo. Het is nu 4:10 en ik ga nu naar Isabel toe. ja, ik heb een tas mee, want ik ga daar opmaken. Haar krullen en omkleden opmaken en zo. En dan gaan we daarna naar Bo. En ja, hele planning. Je gaat het vanzelf wel zien. Heb ik haast, dus ik zie jullie zo meteen. Oké, het is inmiddels een tijdje verder. We zijn met Isabel. Hey, oh my god. Ik zie jullie. En we hebben net even het eten gehaald. En we gaan udon noodles maken. Oh mijn god, dat is echt live. Oké, ik ga het laten laat zien. Laat de foto's zien. Wat we gingen maken. Oh ja. Even laten. Maar, oké. Ja. Ik praat steeds bij mezelf. Oh my god, zo lekker. Oh, wat is dit nou? Hij doet. Oh, hij valt uit. Nou, jullie hebben het kunnen zien. Dus dat. En nou ja, je hebt daar dus voor nodig: udon noodles, spitskool. Meestal nee, kool, maar wij hebben. Ja, oh ja, kool. Sesamolie, oestersaus en garnalen. Cocktail. En wat nog meer ook alweer? Bosui, sojasaus, knoflook. Ja, sorry. Dus we gaan het wel laten zien. Ja, het wordt zo lekker. Het lijkt me zo fantastisch. Ja, zo nou let's go. Oké, we zijn nu dus de kool aan het bakken met allemaal. Ja, bij die vrouw waar we het kijken is wel iets meer gekarameliseerd. Ja. Maar maakt niet uit, de smaak is wel kostig. En dan hebben we hier garnalen. Gaan die erbij of niet? Was alleen nog garnalen erbij? Meer ja, niet. Dat weet ik niet. Ja, dat is. Oh, we zijn even noedel. Oh nee. Ja, garnalen. Ja? Oh, ja, dat zijn dus die chili flakes, maar. Oh ja. Maar. Vanavond. Gaan we dus uit. Ja, in super. Dan gaan we onze haar krullen. Wat een kut ligt in dit huis. Ja. Lekker een dolje. Nee joh. Ja. Nee. Maar we moeten nog haar krullen opmaken. Doei. Zin in. Lekker de summer. Superclub is echt bester ever. En sowieso Amsterdam is echt zo leuk uitgaan. Ja. Oh sir. Zie je? Ja, wij zitten de hele tijd. Ja. Nu is het gekarameliseerd. Ja, nu is het wel goed. Nu kunnen we die dingen er wel bij. Ja. Waar zijn ze? Hier. Daar. Dan moet ik de rest van de sojasaus en ja, kijk je door. Nou, zij doet nu chilipoeder, maar ja, we kunnen wel een beetje. Nou, dat is heel snel al. Gaat het al? Ja, gaat het al heel pittig worden. Deze. Oh ja. Oh, de paprika. Ik wacht dat mijn moeder het laatst van mijn ijs geruimd. Ze zou vast wel weggooien dat het van mijn auto is. Ja, nou ja. Oh, kut. Ging wat overheen. Lijkt me echt zo lekker dit. Wat goed. Het lijkt wel op gebakken ijs. Ja. Oh. Isabelle Della. Ik zit de hele tijd deze snoep te eten. Zo lekker. Hallo. Oh, die kool is echt heel lekker. Dit zijn echt naar een soort ui. Ja? Het knoflook is echt heel lekker.
Oké, okay, nu deze chili poeder, dat doen wij niet. En dan... Oké, okay, we gaan nu de noedels erbij doen. Oh, oh my god. En de oestersaus. Oh my god. Dan moest je ze wel een beetje zetten. Ja, het valt nu op zich wel. Ja, het is allemaal... Nou ja, maakt niet uit. Nee. Misschien leek het gewoon weer. Ja, dat proef je toch niet zo. Oh mijn god, ik kan... Oh, dit staat ook nog. Wel, doe nog even meer kool maken, want het is echt weinig. Je kan wel nog een... Jongen, jongen. Isabel! Alles gaat fout. Ik denk, nou, en anders moeten we gewoon wat meer saus doen. Als het te veel suiker is. Nou, dan wordt het sweet chili, joh. Nee, maar dat voelt niet. En dan een beetje sojasaus erin. Nee? Ja. Is dit hoofd? Ja, natuurlijk. Ik heb nog genoeg soja. Soja, soja. Als je heel vaak sushi bestelt, dan van die dingen in proef. Echt, hè? Het is klaar. Zo lekker. Ik zeg echt heel eerlijk. Dit moeten jullie echt maken. Ik zal het linkje in de beschrijving zetten. Het is echt. Het is zo simpel en zo lekker. Zo simpel. En ik denk als jullie garnaal erbij eet staan. Oké, het is helemaal op gewoon. Maar het was zo lekker. We hebben nu nog een heel lekker toetje. Tiramisu, echt. Nou, ik vond het echt. Dit is mijn lievelingseten. Nee, ik meen het. Het was echt heel lekker. Het was echt. Ik kan niet geloven. Het was echt. Nou, ik vind dit echt fantastisch eten. Lekker met stokjes granaten erbij. Lekker oerentje. Hey, ja, lekker. Kan ik een blikje aanzetten? Ja. Tada, we're on my way. Ik ben met Peter. Ja. Dit is mijn. Ja, wat is mijn jaar voor mij? Ja, mijn beste vriend. Ja. Dit is de vader van Bo en ze is echt een toppertje. Maar we gaan zo meteen uit. En ja, zien we er een beetje goed uit? Altijd weer zorgen, die dames. Ja, maar we zijn echt vaak bij Bo, hè? En zien we bij elkaar blijven. Ja, sowieso. Sowieso. Oké, maar ik ga even laten zien wat ik aan heb. Ik heb dit glitterjurkje weer aan. Ik heb deze hele mooie oorbellen in. Ik heb heel veel make-up op, maar because why not? Dus ik heb dit jurkje aan met glitters. En die is dus zo aan de achterkant. Hey Bram, leuk op de vlog. Hey Sarah. Kijk, dit is Bram. Ja, heel even maar. Dit is de broer van Bo. Dus dit is ook een soort van mijn broer, want ik ben echt super fijn bij Bo. En Bram is echt een toppertje. Wat ga je vanavond doen? Ja, ik zie het wel, Sarah. We zien het wel. Dat is het motto van vanavond. Dit is Bo. Bo is ook super mooi. Jurkje aan. Sorry. Ik ging net met Piet op de vlog, hè? Echt? Ja. Ja. Hè? Ja, de vader heet eigenlijk Peter. Maar we noemen hem altijd Pieter Post. En we hebben echt geen idee hoezo eigenlijk. Hè, Pieter Post? Hola. Sorry. Hola. Oké, gaan we. Moet echt gaan nu. Ja, ik ben. Oké, we zitten. Het is zo koud! Ik weet niet waar Bo is, ja, maar... Ja, Bo raakt helemaal daar. Maar, oh, ik hoop echt dat we de bus gaan halen. Ja, mijn haar is naar de kloot. Nee joh! Voorplukken. Het is heel koud! Ja, het is echt heel koud. Oké, we zitten nu in de bus. Zo gaan we weg. Girls, yes. Hello! Leuker. Oh, dat lijkt echt zo op die foto van vroeger. Ja. Jij bent dat rare licht. Dat is echt 5 jaar geleden. Na 4 jaar. Ja, 4 jaar geleden of zo. Deze. Oh my god, hoe denk je? Voor de mensen die ons echt sinds wayback volgen. Dus dat is dit best vrienden. Wij hadden vroeger een YouTube-kanaal met z'n drieën. Ja, gewoon en de dag. Maar mensen reageren dat nog steeds. Dat als wij met z'n drieën zijn, reageren mensen altijd van: oh mijn god, ik krijg echt die oude vibes van vroeger en zo. Ja, ik lees ook nog wat aan. Ik denk echt van: wie de fuck? Ik moet echt mijn sleutel vergeten. Nou, maar daar neer. Maar ja, we hadden dus een YouTube-kanaal met z'n drieën, maar dat is allemaal verwijderd. Dus je kan het gewoon opzoeken, maar je gaat het niet vinden, want het was echt te awkward voor leven.
Maar ja, voor de duidelijkheid, ik krijg altijd vragen over. Isabelle is mijn nichtje. Ze is niet mijn zusje. Ze is ook mijn beste vriendin, maar het is mijn nichtje. En Bo is gewoon mijn beste vriendin. En ook van Isabelle. Zij zijn gewoon beste vriendinnen met z'n drieën. En dan gaan we vakantie. We gaan vakantie. We gaan in de foto boeken. Ik weet het nog altijd. Maar hij doet het niet. Ik moet het betalen. Oh. Ik weet echt niet hoe laat het is, maar ik ben niet thuis. Wacht, laat me even kijken hoe laat het is. Ik weet niet of het scherp is. Fucking dood. Ik weet echt niet wat we net aan het doen waren, maar we zijn nog naast super en iemand naar huis gegaan. Ik had echt niet moeten doen, want ik ben echt dood. Alright, het is inmiddels de volgende dag. Het is zondagavond 9:30. Ik heb de hele dag niks gedaan. Het is nu 9:30. En ik moet even mijn kamer opruimen. Want het is echt een mes. Gisteren. Fucking leuk. Het was echt fucking leuk, maar het was fucking dronken. Het was echt niet normaal. Ik ben uiteindelijk met de taxi naar huis gegaan. Ook echt €20 uitgegeven aan die fotoboot daar. En zo lelijk. Ik moet morgen werken, dus ik ga zo slapen, denk ik. Oh ja, en ik heb mijn nagels eraf gehaald. Nu zijn mijn nagels helemaal beschadigd. En pijnlijk. Maar ja, ik moet morgen werken, dus ik ga zo meteen gewoon slapen. Want echt niks nuttigs uit me nu dus. Ik hoop dat jullie de weekvlog leuk vonden. Als je hem leuk vond, vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven natuurlijk. En op mij te abonneren. Zo, ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Volg me op Instagram.
you know, follow your bitch. Mijn Insta is gewoon Sarah Verwoerd. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende week vlog. Doei doei.